Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag heb ik weer vijf producten voor je om in vrouwenmode te gaan verkopen. Nou, vrouwenmode is een van de beste categorieën om in te gaan verkopen. In ieder geval sowieso vrouwen. Vrouwen shoppen relatief meer dan mannen. Dus daarom zijn 8 van de 10 producten die ik verkoop ook vrouwen gerelateerd in mijn programma die ik voor mezelf verkoop, maar die ook mijn studenten verkopen. Dus dat is heel belangrijk om daar ja, meer over te kunnen weten en meer inzicht in te krijgen van wat werkt in de huidige markt en wat jij zelf kan gaan testen. Voordat we beginnen, like en abonneer op dit kanaal. En dan gaan we er gelijk induiken met ja, weer krachtige korte video's voor je. Product nummer 1 zit in dameskleding, heeft lange mouwen, is een volledig setje, zorgt ervoor dat je figuur er beter uit kan zien, is in de kleur zwart en is uniek, vrouwendominant, wow effect, verbetert zelfvertrouwen, verbetert gemak. Dus ja. Zeker een goed product, Evergreen. Kan je ook het hele jaar dragen, zo'n setje. Kan je ook gebruiken voor sport, maar ook voor een andere casual avond. Product nummer 2. Shirt met lang mouwen. Het is wel voornamelijk voor de winter. Is een crop top, zit een slank. Slank, geen slank, slank. Zitten warmtevezels in en is natuurlijk vrouwendominant. Verbetert de kwaliteit van leven en is echt een wow effect, omdat ja, het maakt jezelf ook warmer. Het ziet er daarnaast ook prima uit. Figuur, bevorderlijk. Dus dat zijn ook altijd wel belangrijke dingen. Dus of je figuur gaat er beter uitzien van vrouwenkleding of materiaal waar het van gemaakt is. In dit geval is het dus van materiaal gemaakt dat dus met warmtevezels is. Waardoor je het sneller warm krijgt in de winter. Dat maakt het product dus uniek. En dat verbetert dus de kwaliteit van leven, maar verbetert ook gemak. En ja, niet evergreen, maar wel een goed product voor de winter. Product nummer 3 is een hoge taille legging fitness. Ja, het zorgt ervoor dat je heup lichter wordt, zodat de kont er uiteraard beter uit gaat zien. Het is figuurbevorderlijk, zijn de shorts en hebben ook een unieke kleur. Dus, je kan meerdere kleuren verkopen. Ik raad je aan als je producten gaat verkopen, dat je maximaal 4 varianten doet. Maar dat is wel belangrijk om toe te gaan passen. Dat je dat voor jezelf ja, goed weet. En zo uiteindelijk ook de stappen kan maken die jij wil gaan maken in je leven. Dus ja, dat is trouwens onzin uitspraak. In ieder geval. Dat je dit product kan gaan verkopen omdat het gemak verbetert. Verbetert zelfvertrouwen. Ook wauw effect door de kleur. Ook door het materiaal en dat vrouwen er beter gaan uitzien. Dus vandaar dat ik dit product heb ja, gekozen. Product nummer 4 is een sexy jurk. Het is elegant, zwart, vrouwendominant. Wauw effect. Het is ook backless, dus je kan goed die rug zien. Voor een ja, vrouw wil dat graag laten zien. Het is ook skinny. Het is voor feestgelegenheden, voor clubgelegenheden. Ik zou dit niet voor school- of werkgelegenheden doen. Al weet je nooit hoe vrouwen er tegenwoordig bij lopen. Soms denk ik van je kan beter niks aan doen. Zo lopen dus sommigen bij. Maar dat hou ik liever even voor mezelf. In ieder geval, ja, dit maakt dit dus een uniek product om te gaan verkopen anno 2024 in de vrouwenmode. Gaan we door naar het laatste product alweer. Is een gebreide mouwloze haltertop. Het zorgt ervoor dat je er slank uitziet. Het is uiteraard voor dames. Het is ook van Coulterhem materiaal. Dat je iets klein Coulterhemje hebt. Het heeft een hoge hals en is een soort tanktop. Is vrouwendominant, verbetert de kwaliteit van leven. Ziet er extreem clean uit. Verbetert ook zelfvertrouwen. Net als al deze kleding. Het zelfvertrouwen van vrouwen uiteindelijk kan verbeteren. Waardoor ze zich beter in hun vel gaan voelen. Waardoor hun kwaliteit van leven ook beter gaat. Ja, zoals je ziet kan dit in principe net wel, net niet evergreen. Omdat ja, je kan er wel wat onder dragen nog. Maar in principe is dit meer zomer-lente gerelateerd. En dan wil ik je weer bedanken voor het kijken. Abonneer en like voor meer. En dan zie ik je weer de volgende keer. Ciao, ciao.